specifieke sleepwagenafstelling te kunnen vinden die dan past bij de omstandigheden zoals die hier dan voor ons de werkelijkheid blijken te zijn. Wij gaan een proeftrek verrijden in een hele grote pro-stopklasse. Zijn de 31 stuks totaal. Dat gaan wij doen met een Rally Traction. De VA die was vandaag volgens mij om een uur of half vijf als patiënt stabiel. Kom op te zetten. Even kijken hoe wij de eerste meter op de eerste meter. En dat zit er nog niet helemaal mee. Alles aan doen om daar echt ons allerbeste beentje in voor te zetten. Nog eventjes een wat ontspannen blik hier op de MF. Het zaakje loopt nog, maar we moeten even afwachten hoe de sleepwagenafstelling eventueel nog wel dan niet gaat veranderen. Hetzelfde aan deze kant, Marco. Waar het huidrechts met zijn rocky!
Oké. Dat was 2007, Arco, en dat was ook ons succesjaar. Misschien gaat dat dan wel een voorbode zijn voor het alwetelopen natuurlijk van deze Double Team, waarbij het dan wel opgewerkt niet worden, dat daar natuurlijk in eerste instantie ook in de dubbel opzet het een en ander veranderd is. 3 van die valkaars bij de eerste 5. Laten we het dan voor deze voorbeeld eventjes en voor alles wat ervoor zat, jongens. Even samen met het team dat de Burning Matters nog niet niet helemaal strijdvaardig is. Daar zijn nog wat kleine strubbelingetjes die overwonnen moeten worden. Hier en hadden afgelopen week pas de reverse in huis om de machine toen de eerste jongleer reed van dit team. Dit is spektakel te de zagen. En zelfs Bill Fairbanks would like to see how this track runs here in Putten. Philip, I think they did a very good run. They make it very good run. En op deze zijde is het als je spreekt over de winner. Is het bestuurd door de broertjes Dobbenberg, de broertjes Dobbenberg, die natuurlijk als zonen van teamen, als geen anderen natuurlijk ook betrokken zijn bij de Rudel, maar zeker ook hun inbreng hebben in het organiseren van deze Tolkal Agri Fietsboer. En daarmee zijn we onderweg bij de tweede Fietsboer. Zoveel storingen opleveren dat het geluid op dat moment gewoon eventjes wegvalt. Dus vandaar dat dan het verhaal wat wij misschien bezig zijn te vertellen, wat op onze lippen brandt en wat dan eigenlijk op een abrupte wijze wordt gebroken. Het natuurlijk een spel van mechaniek blijft, maar daarmee wil ik even terugkoppelen op de Rocky voor zometeen. Maar gaan we eerst eventjes kijken naar de opvoeren van die vlaar. Van de laatste wedstrijd, maar je ziet dus dat het niet zomaar eventjes domweg volmoren is. Ja, Bram. Waarin het natuurlijk schitterend is als je in ieder geval op je eigen wedstrijd, het zou mogen dat de thuiswedstrijd van deze combinatie, waarin de 4 Chevrolet motoren zich van zijn allerbeste kant hebben laten zien, dan moet je natuurlijk ook ervan uitgaan dat het inderdaad een fantastisch gebeuren is waar de heren hier optima forma presteren. En gaan wij eens even kijken voor degene die de laatste hulp doet bij de strijd. Zijn naam is
voor de buurman Jurgen. Bam! En hier zie je eigenlijk